Misschien wel de meest controversiële deelnemer van The de Voice van de afgelopen jaren. Jasper Wever uit Nieuwbuinen was onze nuchtere drent in de Hilversumse Glamour. en is na een bijzonder avontuur weer thuis. Ik kijk er terug als echt een mooi avontuur. Ik ben echt dankbaar dat ik dat gewoon allemaal heb meemogen maken. Um, ik kijk er terug als een. dat het ook gewoon een leerschool was. Ik ben mezelf ook best wel tegengekomen. En. ja, maar ja, vooral mooi. Ik heb er echt wel van kunnen genieten, ondanks alles. Het ook maar. Ondanks alles, want er is nogal wat gebeurd. Door constante stemproblemen kon Jasper tijdens de liveshows niet één keer laten horen wat hij echt kan. Toch kwam hij verder dankzij een groot aantal stemmen, iets wat hem veel kritiek opleverde bij kijkers. Ik, ik zeg elke keer, het was een bakscheit. Het was echt, ja het was niet te doen, al die reacties, ja. Op een gegeven moment, zelfs dat er uh, met ziektes gegooid werd en uh, dat je doodgewenst was, ja, toen, toen las ik dat en toen schrok ik wel. Toen ik: Oké, okay, mensen, jullie kennen me niet eens. Jullie weten niet wie ik ben. U hebt geen idee wat voor strijd ik in dit programma moet leveren om maar, hè, om maar te presteren. En dat, uh, ja, dat, dat raak je dan wel. Dat is gewoon niet leuk om te lezen. Maar gelukkig uh, ben ik wel iemand die nuchter is. En ik heb dat wel een soort van snel weer van me af kunnen laten glijden. Want er waren ook positieve berichten. En die positieve berichten waren overduidelijk aanwezig. Ja, er was echt uh, heel veel steun. En er zijn echt heel veel mensen geweest die op mij gestemd hebben. Waar ja, ik ben daar natuurlijk super dankbaar voor. Dat is toch mega mooi. Stickers. Uh, met stem op jasper, een hele grote uh, banner in de knalpassage. Uh, uh, er werden gebakjes verkocht met mijn foto erop. <laughs> ja, niet normaal. Echt heel mooi. En of we binnenkort een Drent zien binnenkomen in de top 40, dat is nog even afwachten. Ik heb natuurlijk wel mensen ontmoet, ook nu, binnen het programma. Uh, die eventueel deuren voor mij zouden kunnen openen. Maar dat, gaat, uh, ja, weet je, dat gaan we allemaal zien in de toekomst. Ja, ja.